Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Harry Potter en de gevangenen van Azkaban op de PC. Het is de 100% race met Rusty van Rusty. Nee, Mike van Rusty Ox. Dus zeker mensen, we zitten hier, ik zit nu bij Glacius. Ik heb de Carpe Tractum laatste schild ook gevonden. Die zat voor mij iets te goed verstopt. Maar ja. We hebben hem, we zitten nu bij Glacius en gaan proberen Milan in te halen. Ik word aangevallen door een boom. Oeh joh. Zo'n billig die aan het beuken is. Ja, maar wat heb je ruzie lopen zoeken met die boom dan? Ja, natuurlijk. Oh, ik ben van de baan afgeleid. Ah. Ja, nu moet je helemaal opnieuw. Je hebt een onvoldoende. Ah nee, maar ik wil hier een onvoldoende. Oh ja, dan moet je tegen die skeletten. Die vind ik echt kut, dat weet ik nog wel. Je bent al bij het huis van Sirius Swartz. Ja, bij het krijzende krot. Wee. Maat, oh ja, zo gaat het ding kapot. Kapaar. Hoe zal dat ze zeggen? Kapaar. Ja. Want hij komt uit Dren. En in Dren zeggen ze kapaar. Hij komt daar vandaan. Hij komt daar vandaan, ja. Hm. Ja, hij heeft het trouwens al ooit verteld in zijn streams trouwens. Van ja, ik kom uit Drenthe. Hij houdt ook van disco. Ja. Oh, pompoen. Oh, kijk, ketelkoek en pompoentaartjes. Dat klopt, ja. Wat had je dan verwacht? Pompoensap. Ja, zeker. Hallo, Mora. Hallo, Mora. Oh. Oké, die. Kaart op de kaart. Sorry. Oh joh, gaan we hier nou eens doorgaan een keer lopen zingen, joh? Ja, moet je nodig ergens heen. Dat nummer van het konijn begreep ik nog wel, maar... Dit slaat weer alles. Dora. Dora, 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 klik op Dora. Oh jee. Ga mee met Dora. Hoppatee. Hé, weer een kaartje. Ik heb al 16 kaartjes. Arnar! Salamanderings! Ik weet ook niet wat er met iemand aan de hand is, mensen. Ik, dat is leuk commentaar, is dat? Zo noemt zeker. Het. Dat klonk helemaal niet alsof je dat meende. En dat klopt ook. Nou, heb het weg, gooi met dit ding naar mij. Ja, die vind ik echt kut, die imps. Ja, ik heb trouwens alleen nog niet gehad dat hij bij mij de crashte. Nee, jij natuurlijk weer niet. Ik moest 3 keer de game opnieuw opstarten. Zo wil jij winnen. Natuurlijk, ja, hallo. Ik heb de game komt vanuit mijn PC naar jou toe. Dus ja, ik heb misschien heel misschien dikke virus zat erop. Ik snap het wel. Ik weet wel. Ja. Dat is waarschijnlijk ook de manier hoe je de eerste race hebt gewonnen. Ah, ja, tuurlijk. Ik word nu echt beschuldigd van vals spelen, joh. Ja, ik heb je er bijna, 7. Paddy. Nou, dat is wel heel erg, hè, als ik dat zeg. Ja, ik wil zeggen, nee, dan kan ik beter gewoon gelijk afsluiten en zeggen van Milan, jij wint. Joejoe! Daar ging ik uiteindelijk voor, dat was mijn masterplan. Oh. Was hij gewoon voorbereid, mensen? Dit kan toch niet? Wat? Harry, ga glijden, alsjeblieft. Goed zo, we moeten... Harry, die valt naar beneden zo. Nee, we moeten glijden met Harry. Harry heeft nog een taak te volbrengen. Harry, als je deze trouwens mist, dan moeten we dit hele stuk opnieuw gaan glijden. Dat klopt. Goed zo, Harry. Hij heeft er nou... Ik moet er nog 2. En nee, ik ben nog niet bij de grote. Jammer. En dan ben ik wel bijna. Jammer. Kom op, Harry. Je kunt het, jongen. Hé, hey, maar ik ben zo'n draak, hè? Weet je dat? Oh. Hé, hey, een kaartje. Neem ook maar even mee. Maat, ga gewoon op die platform staan, jongen, Kees. Harry, pak hem! Lekker, Harry. Harry, wat ben je voor een loser? Oh, Harry heeft bij mij net het ding gepakt, want hij had ja, hem echt bijna niet. Ja, daarom is hij een loser. Oh ja, tuurlijk. Maar ja, dat betekent dus, als ik nu de Bean Bonus Room doe, dat ik in hetzelfde gebouw ben als jou. Ja, dat is echt niet leuk. Ja, nee, dat
Terwijl ik eigenlijk helemaal niet echt veel getrood heb, zeg maar. Als in van dat ik echt heel veel tijd ben verloren. Nee, hoe zeg ik, heb heel veel tijd verloren. Ja, maar hoe kan je dan alweer bijna net zo ver zijn als ik? En hoe zou je toch denken dat de vaste speelt? Meer ja, ik weet toevallig die speedrun strats. Oh ja, dat was ook zo, ja. Er is hier in de kruisende krot is hier ook een glijbaan. Woe! Ja, dat klopt. In de kruisende krot zitten er zelfs twee. Wat? Dus bereid je me voor, Milan, want je zit daar voorlopig nog wel lekker. Hier zijn we weer, hoor. Jesse, James en Meowth. Doe je ogen maar dicht. Voor de games, nee. Zover was ik nog helemaal niet. Oh. Oké. Okay. Dus ik geef me zeker niet over en ik zwicht al helemaal niet. Oh, sorry. Ogen dicht. Ja. En dat hebben we binnenkort ook, hè? Ja, nee. We gaan zo'n zielig linkje doen. Link dan, hè? En dan hebben we gewoon twee games waar we die hebben. Hoppatee. Nou echt, Ron die schreeuwt zo hard alsof hij doodgaat. Dat is echt niet normaal. Ben je daar al? Ja, zeker, Brain. Jesus. Ik wist wel dat deze game kort was, maar... Nee, want ik heb iemand gezien op het internet. Die heeft deze game in 3 uur tijd, 100%. Oh, dat geloof ik meteen. Ja, deze game is ook niet zo heel lang, dus... Zeggen, vergeleken met de GameCube game is deze echt kort. Ja, de GameCube games zijn ook super lang. Zeker deel 3. Ja. Waarom? Maar daarom is dat als volgend project. Ja, niet na dat Pokémon project, zeg maar. Is dat misschien wel eens leuk om te doen. Ja, zeker. Gewoon een lange game doen. Ja, nee, want ik wil zeggen, dat Pokémon project, ik wil zeggen, dat vraagt van ons allemaal heel veel tijd. Dus. Nee, toevallig had ik het daar met Jordi over, want ik en Jordi zijn allebei volop aan het grinden om video's te maken. Want we hadden allebei gewoon de mentaliteit van, mocht het moment daar zijn dat we gaan beginnen, dan hebben wij in ieder geval al een hele voorraad online staan. Ja, precies. Dus, Oh, dat is echt kut wat ik nu weer heb. Kijk, ik ben nu klaar, dus ik ga nu naar Sirius Swart. Oh, Milan, je bent een loserboy. Ben jij een sinner? Want jij bent een loserboy. Hé, wat heb ik gemist? Hè? Je hebt niks gemist? Nee, je zegt ineens, Milan, je bent zo'n loser. En ik kom net aan bij Sirius, bij het huis van Hagrid, en ik hoor ineens jou dat zeggen. En ik heb echt zoiets van... Ja, ik deed een beetje onhandig. Oh, jee. Doe het maar vaker. Nee. Jawel. Vals gespeeld hier. Vals gespeeld? Volgens mij loop ik hier achter, vriend. Ja, dat weet ik. Maar ik doe gewoon skills en dan gaat mijn spel opeens stoppen. Oh, is je spel ermee gestopt? Nee, nu niet meer. Oh. Maar toen straks wel, 3 keer achter elkaar. Ja, nee, ik moet zeggen, ik heb het niet meegemaakt in een glaasjes, want ik ben nu bij de Whomping Willow. Womp. Oh, en daar gaat Ron. Hij wordt ontvoerd door Sirius Swartz. Zoals het hoort. Ja, joh. Zeg, ik krijg hier vage herinneringen bij. Harry Potter 2 vibes. Ik vind de boom in 3 wel minder gevaarlijk dan in 2. Ja. Hé, een kaart. Op de Rictus Sempra. Dan krijg je een kaart. De Pulso. Oh, oké, hoezo staat dat ding weer op? Oh. It's not a dog. Het is... het is iemand zonder... het was iemand zonder textures. Oh, wauw. Waar zit jij nou ergens dan? Wat zeg jij? Zeg, waar zit jij nou ergens verstopt dan? Ik heb nu de grote onthulling dat Scabbers een rat is. Ah, je bent daar. Nee, ik ben nou... Oh, dit gaat een stukje sneller dan in de film en al helemaal sneller dan in de boeken, wat er nou gebeurt. Ja, dat klopt. Ja, ik heb de boeken nooit gelezen, want dan kom ik ben niet zo'n boekenfan.
ook niet als het luisterboek is. Nou, als het luisterboek is, dan wil ik er nog best wel naar luisteren, weet ik je. Ik heb maar alle luisterboeken op mijn pc staan. Die kan ik zo naar je sturen. Want, oh, wow, eerlijk is eerlijk, het Harry Potter verhaal is 100 keer beter in boek dan in film. Oh. Dus als je wil, dan stuur ik ze naar je toe. Het is echt de moeite waard. Nou, ik wil zeggen, dat is misschien wel een goede als ik op vakantie ga of onderweg. Oh. Ik heb het een hele tijd gedaan als ik onderweg was naar mijn werk, zeg maar. Oh. Ik weet niet of jij met de auto naar het werk gaat of met de fiets. Ik ga met de auto. Ja, hoe lang moet je rijden? Nou, ik wil zeggen, 20 minuten. Oké, nou kan je elke keer 20 minuten eventueel luisteren. Ja, en daarom dus. Het is maar een tip, maar het is echt, het verhaal is zo veel beter in de boeken. En bij deel 1 is het verschil nog niet mega groot, maar deel 6 is zo goed het boek. Leuk. Ja, ik was even benieuwd. Oh jee. Mocht je de monotype trouwens volgen? Die volg je ook, toch? Ja, de monotype volg ik wel. Ik moet alleen de video van vandaag nog kijken. Okay, nee! Wat is er? Critical Error. Hé! Hey. Die Critical Error had ik ook. Oh, Harry Potter, wat doe je me aan? Wat was je aan het doen tijdens die Critical Error? Salamanders aan het verslaan? Ja. Ja, ik had het dus ook bij salamanders. Wat hier gewoon genaaid door het systeem, want ik kan het spel ook niet meer opnieuw opstarten. Wat is dit dan? Kan je hem nu opstarten? Nee, ik wil... Ja, dan wacht ik even. Ja, tenminste, ik krijg hem wel open. Dat is het hem niet, maar ik krijg wel geluid, alleen ik krijg geen beeld. Dat is wel een probleem, want het is best handig met het spelletje dat je beeld hebt. Nou, als het goed is, doet hij het nou weer. Ah, oké. Dan ga ik weer verder. Ja, ho, ik zeg als het goed is, ja, ho even. Ja, ho, ik had net ook 3 keer. Ja, oké, ik zit er nu kat zien, hè, mijn... Ik zit er weer in. Gelukkig. Oh, naar de darklist. Dat is niet meer normaal. Oh, ik moet dit stukje opnieuw doen. Opnieuw. Nou, op zich valt het wel mee qua hoeveelheid het is, hoor. Rick de Sempra. Hallo, Mora. Echt, die draak die kan echt de vinkentering krijgen. Zo. Wacht, de draak? Ik ben een draakje, ja. Oh, dan zit jij zeker bij het bevrijden van Schurbeck? Jazeker, Rain. Oké, maar ik wil zeggen, maar als ik hier nou gesoftlocked word, dan heb ik hier wel echt een probleem. Dat klopt, ja, maar dat had ik ook, hè. Ik had het 3 keer achter elkaar en toen deed ik het voor de 4e keer en toen deed hij het wel. Want dat is super logisch. Oh, fuck. Ja, dat is... Oh, ik ben genaaid. Wauw, echt, dit spel mag echt zo hard in zijn kontje gebonkt worden. Dat is echt niet normaal. Oké, wat happened? Ja, mijn vuur ging over de korf heen, dus toen moet ik opnieuw vuur gaan halen met die draak. Oh. Nou, het positief is in ieder geval, ik ben in ieder geval verder gekomen. Oh, nou, dat is inderdaad positief. Ik ben blij. Ja. Een soort van. Oh. Ja, dat het in ieder geval weer verder is gekomen. Ja. Nou, dus ik heb niet alleen jouw game gereed, ik heb ook die van mezelf gedaan. Nee. We zijn goed bezig deze dag hier. Ik heb de game gesavinged. Ja. Hé, hey, ketelkoek en tovenaarskaartjes. Oh, hoezo is dat toch geheim? Je ziet het staan. Oh, en Harry valt sletter. Om mensen goed te laten voelen dat ze toch een geheim hebben gevonden. Ja. Nou, Harry en Ron zijn gescheiden. Oh. Fijn, krijg ik ook nog met hem in de deur mijn gezicht gesmeten. Ik snap het wel. De game haat mij gewoon. Mm-hmm. De game heeft zoiets van, ja weet je, het is nou de beurt aan Milan om te winnen. Nou, dat is zeker wel waar. Dat heeft de game goed in de gaten. Ja, de game is rigged. Ja, is die rigged van Serpent Gameplay? Ja. Oké, die heb ik aanstaan. Wat heb ik hiermee gedaan eigenlijk? Geen idee. Op draak land even, goed zo. En dan gaan we hier en op. Oké. Oh, ik heb een geheim rondgeketeld.
Ik weet waarom jij Dixie zei te straks. Waarom? Omdat het pixies zijn hier. Ja. Ja, daarom. Ik versprak me heel even. Ja, een Dixie is gewoon... Ja, dat is een... Ja, die heb ik hier bij mij in de straat staan, dus... Vandaar de miscommunicatie. Ik dacht dat jij gewoon graag een Dixie... Nee, ze hebben mij de straat aan het... aan het doen. Ja, dat moet ook gebeuren. Ja, dus... Dat vind ik trouwens best vreemd, aangezien het best nieuwe wijk is. Ja, misschien is Bas er wat mis. Nee, ze zijn van asfalt naar steen aan het gaan. Van asfalt naar steen? Ja. Bijzonder. Mm-hmm. Dus... Maar ja, wat doe je er tegen? Wat doe je er aan? Daarom. Ja, op tij. Ga open. Oh, Hermelien, wat is er nou weer gerikt? Oh. Gerikt van Serpent Gameplay? Ja, niet normaal. Oh. Oh. Hermelien mist de oogbollen. Oh, hij zet ze weg. Ja, Hermelien, Harry zal je echt horen vanaf daar. Echt hoor. Oh, weer dementors, maat. Ja, bereid je maar voor, want dat stuk heb je twee... Heb je... We zeggen, dat is nou de tweede keer, toch? Ja. Ja. Dan moet je nagaan dat we de game eigenlijk al bijna klaar hebben, hè? Ja, what the fuck. Ja. Dat is echt niet oké. Nee, daarom. En we zijn... we zitten nu in aflevering 4. Ja. Ja, daarom. Moet je nagaan, joh. We zeggen, ja, kijk, de Chamber of Secrets deden we, hadden we 10 afleveringen, dus... Maar ja, toen moesten... Ja, maar we zeggen, ja, we moeten ook nog kaarten zoeken en alles, hè? Dus, ja, en de examens nog, hè? Waarom? Zeg, we zijn nog niet klaar, maar de story is heel kort. Precies. Dat vind ik dan wel weer jammer. Kijk, was hier iets? Hey, Rick. De polso. De polso. Oh, en daarachter zit weer een geheim. Geheime tunnel. Zeker. Geheime en in tunnel. Die geheime tunnel zitten 3 ketelkoekjes. 3 geketelde koekjes? Jazeker. Lekkering. En op de. Zit hier nog iets? Oeh ja, maar dat wil ik ook lekkers hebben. Jezus. Ik heb gewoon 2400 smackies. Yep, Alohomora. Jet, de polso. Hoi, Emeline. Weet jij nog in welke ding de Defense Cast Dark Arts Classroom is? In welke verdieping? Oh, laat maar, ik heb hem. Oké, top. Hoe zullen we helemaal aan doen? Ik ga nu de Carpe Retractum examen doen. Nou al? Jazeker. Jesus. Ik ben in de les van... Of in de les van... In het in de Whomping Willow. In het kruis en de krotje. Jazeker. Ja, partij. Van het krotje. Ja. Ja, partij. Hallo, Mora. Je hoort die zo opgegaan. Waar is het? Secret. Een geheimpie? Ja, was niet echt zo... Ik noem het niet echt een geheim, maar het is gewoon de deur waar ik er doorheen moest openging. Heb je in die examens... Oh, kut. Oeps. Heb je in die examens ook 10 schilden? 5, oké. Okay. En heb je daar ook een grote schild als einde, of dat niet? Nee. Oké. Okay. Maar een van die kleine schildjes is wel het einde, dus... Oké. Okay. Oh, ik heb het verkeerd gedaan. Ja, dat dacht ik al. Hey, gaan we weer gelijk zo doen, joh. Het is een gebbetje. Ja, joh. Don't be boos. Nee, tuurlijk niet, joh. Ben je Sander Salt in de chat? Ja, nee, ik wil zeggen, zoals Sander zal ik niet doen. Nee, dat doet niemand, alleen Sander. Nou, ik wil zeggen, ik zag wel bij hem ineens zichzelf met een biertje. Ja, Hertog Sander. Ja, Hertog Sander, ja. Weet je wat dat extra grappig maakt? Ja, dat is. Sander drinkt niet. Wauw. Wow. Ja. Ja, dat maakt het inderdaad wel bijzonder.
heel bijzonder. Zit hier een kaart in? Nee, natuurlijk niet. Waarom zit er nergens een kaart in? Ik weet alleen niet. Ik weet alleen één ding niet helemaal zeker. Wat wil je weten? Ik weet niet hoeveel kaarten er in deze game zitten. Dat kan je waarschijnlijk in je main menu zien. Zal eens even kijken. Oh, die heb ik allemaal. Ja, ze staan erop qua ding. Alleen, als je niet allemaal hebt, kan je het moeilijk nogal zien. Oh. Oh, en ik ben ineens Harry, oké. Okay. Ik ben Harry. Harry, ik ben Harry. Emily, dit moeten wij even samen doen, hè? Dus help even mee. Echt, jongen, Hermie. Ja, je hebt er niks aan. Nee. Hermie's, nee, daar heb je niks aan. Hoppatee. Zo, ik... ik krijg er zelfs een kaartje bij. Ik heb er 18 in totaal. Op de kaart. Moet je nodig ergens heen. Treuzel niet in, kijk meteen. Op de kaart. Kijk, ik kan... Ik moet zo meteen... Bakbiek gaan bevrijden. Ja. Maat, ik werd... Oh ja, die mist inderdaad ook wat textures. Hij mist inderdaad ook wel wat pixels. Ja. Het lijkt wel Pixelmon. Ja. Is Peter Pettigrew. Ik vind het wel mooi. Lupin doet met zijn staf die beweging en gelijk heb je die rat. Ja, het is... Animagus. Animagus, moet je nodig ergens ergens. Ja. Kijk, mag ik nou skippen? Ja? Nee. Mag ik skippen? Ja. Nee, dat mag niet. Ja, ik ben nu met de mensen aan het vechten. Expecto Patronum. Patronuming. Expecto Patronum. Expecto Patronum. Wacht, wat gebeurde er precies? Ik weet het niet meer. Carpe Retractum. Expecto Patronum. Expecto. Patronum! Ja. Nee, maar één ding vind ik wel mooi. Bij de glaasjes examen is heel veel glijden. Dat vind ik, daar hou ik al van glijden. Waarom? Daar heb je van die middels voor, hè? Ja. Zo, ik ga nu Schurkbeck bevrijden. Dat zou ik maar even doen, ja. Nou, fijn, dit kan je weer niet skippen. Dat klopt, ja. Dat mag ook niet. Nee, het mag niet uit. Het mag ook helemaal niks. Nee, jij zeker niet. Nee, het is echt een beetje apart. Oké, hier kan je niet verder heen. Super gevaarlijk met zo'n afgrond, maar het zal wel. Ah joh. Ik heb nog niet echt iets meegemaakt in Harry Potter wat niet echt gevaarlijk is. Precies. Dit zebra. Emmeline, kan je eventjes houden? Ik probeer hier eventjes te focussen. Echt hoor. Ik probeer hier kaarten te vinden die Milan niet heeft. Dat gaat niet gebeuren, Rusty. Man mag hopen. Geen geheimen vinden die ik niet heb gevonden. Nou, ik heb volgens mij al een paar wel gevonden in de Carpe Retractum uitdaging. We zijn nog even niet zo zeker van als ik jou was. Draconifos. Ritsempra. Voor mensen het gemist hebben, ik doe Ritsempra. Oh, zeg alsof je in de vorige keer niet genoeg Ritsempra gedaan hebt. Echt hoor. Zeg dat is... Daar heb ik ook al 100 van die krabben vermoord. Ja, daarom. Zeker maar zit je nog steeds bij de Carpe Retractum? Ja, ho is. Weet je hoe lang die examens zijn? Ja, oké, die examens zijn inderdaad wel een stuk langer dan... Wordt hij meteen beschuldigd van sloom zijn? Nee, dat hoef je niet. Oh, wat wou ik zeggen? Best. Oei. En op het hele ding erin. Het is volgens mij wel veel moeilijker om schildjes te missen in die examen.
Ja, dat klopt. Die schildjes zitten wel echt in beeld. Ja. Dus niet zoals bij de les zelf. Nee, precies. Oh, tuurlijk. Zijn jullie hier ook weer? Jazeker zijn ze er ook weer. Hallo, ik wil... Gooi... Ja, up, jongens. Gooi dan eens zo'n ding, joh. Dankjewel. Word je gepest? Ja, door die pixel. Door die... ja, door die... Dwergen. Niet door de dwergen. Ja, ze willen niet hun ding gooien, dus ja, dan... Over de bergen en door het woud gaan wij naar oma toe. Ja, zeker. Nou, ik weet wel wat Davina Michel hiervan zou zeggen. En dus? Duurt te lang. Sta je gewoon een tijdje. Precies, en ik stond hier ook al een tijdje. Eigenlijk moeten we de aflevering zo meteen weer beëindigen. Dat is toch bijna zover? Ik zit al wel weer midden in dat examen. Dat is natuurlijk weer helemaal niet handig. Want er is hier ook geen safeboek hier in de buurt. Nee, dan wachten we lekker tot jij een safeboek hebt. Dat is goed. Oh, ik denk, dus dat, ik denk dat trouwens het einde van de uitdaging is. Oh. Of niet? Ah, ik weet het niet zeker. I begin to twijfel. Oh nee, het is niet... Maar er is ook nog geen safeboekie. Hallo, Hermeline. Hermeline? Ja, ik ben eventjes bij Hermeline bijgekomen. Hermeloni. Ja, eventjes bij Bob en Hermeline, hè? Ja. Hallo, Mora. Oh, ja. Ik vind het wel mooi. Jij had het net over Rick de Sempra. Raadens welk sprookje ik nu afvroeg. Dat weet ik niet. Ik doe ook Rick de Sempra. Jo. Hey, daar zat een kaart in die kist. Ja. Dat wist je ja, niet. Of in die ketel. Oh, in een ketel? Ja, in een ketel zat een kaart. Oeh, dat vind ik spannend. Wat als jij... nou betwijfel ik of jij die wel of niet hebt. Ja, maar dat is wel een stukje waar je niet terug kan komen. Dus dan is het een kwestie van... Overkopen. Overkopen bij Fred en George. Ja. Nou, gooi een snoepje. Dankjewel. Nee. Ik wil niet helemaal... Oh, wacht, ik moet hier nog... Ik verhuur eens dit af. Oh, zo, die ketelkoek, die pompoentaart, die wil ik namelijk altijd wel hebben. De pulso. Kut. Oké. Leave me alone, dankjewel. Ja. En... Nee. Yeah. Nou, eens even kijken of hier nog iets in zit. Oeh, ketelkoek. Wojo, ik pak ook ketelkoek. Ja, zie je, we zijn nog gewoon aan het voorbereiden voor de Soulink, Milan. Echt hoor. Oké, ik heb de examen volbracht. Oh, dus, ja, ik heb nou bakpiep bevrijd. Oké, dan gaan we denk ik hier de aflevering beëindigen, of niet? Oh, ga je dan meteen door naar het volgende examen? Ja, je gaat meteen door. Slaat je dat wel op? Ik denk het wel. Ja. Ja, okay. Ja. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik graag de volgende keer weer. Adios, amigos.